Welkom in je ontspannende ademhalingsoefening. We gaan gedurende de volgende 15 minuten je adem observeren en een aantal oefeningen doen die je helpen om te kalmeren, om je evenwicht te herstellen, om de dagelijkse stress wat beter aan te kunnen. Je kan dit beoefenen op elk moment van je dag, als een vaste routine of op momenten waarop je het moeilijk hebt, een adempauze nodig hebt. Het is een leuke manier om je dag te starten, vol energie, of om lekker tot rust te komen voor het slapen gaan. En als je rechtop zit, dan helpt het om iets dieper in te kunnen ademen, om rechtop te zitten. Zo'n uitgestrekte ruggengraat, alsof er een touwtje je hoofd naar de hemel trekt. En op elke uitademing ook weer loslaten en die schouders laag laten zakken, weg van de oren. Kan helpen om op een kussen te zitten, dat je onder het achterste stuk van je zitvlak schuift. In de meeste gevallen helpt dat je bekken kantelen, zodat het iets makkelijker wordt om rechtop te zitten, met die natuurlijke curves van je ruggengraat intact. Een lichte holling in de onderrug, zachtjes bollen rond de schouderbladen, en dan weer wat inwaarts rond de nek. Ook je borst naar de hemel oprichten. De schouders even naar achter rollen en ze daar ontspannen naar beneden laten hangen. Het geopende borst. Voeten staan plat, stevig op de grond. En of je nu ligt of zit, jouw comfortabele rechte houding zoeken op dit moment. En weten dat deze mindful ademhalingsoefening start met hier en nu oké te zijn, met wie jij nu bent, inclusief je zit- of lighouding. Misschien beslissen om hier even stil te zitten of liggen. Wetend dat we niet zoeken naar perfectie. En om de aandacht op je adem gericht te houden. Een aantal ogenblikken. Gewoon voelen hoe je in- en uitademt. Telkens weer. Je hoeft niets te veranderen, er is niets te bereiken. Op dit ogenblik observeer je jouw adem. En die ademt zichzelf. En waar voel jij jouw adem nu het best? Misschien opmerken hoe je neusvleugels iets koudere lucht naar binnen zuigen dan de opgewarmde lucht die de neus verlaat. Of de adem langs de achterkant van de keel voelen passeren. Misschien voel jij je adem het best ter hoogte van de borst, zonnevlecht of de buik, het bekken. Alles is oké. Ter hoogte van die plek waar jij je adem het best voelt, even de in- en uitgaande lucht voelen passeren. Misschien een hand naar die plek brengen.
als het comfortabel voelt. Eventueel ook dat gebied op en neer voelen bewegen. Het kan je helpen om er met je aandacht bij te blijven door het te benoemen als in op een inademing en uit op je uitademing. En verloopt je adem nu eerder traag of sneller? Opnieuw eventuele wensen loslaten om iets te willen bereiken, om het anders te willen. Ontspannen in die houding dat het goed is zoals het nu is. Verloopt je adem eerder diep of oppervlakkiger? En door hier en nu te starten met je adem oké te vinden zoals die nu is, zonder die meteen te willen veranderen, creëer je een opening, een ontspanning vanuit die zachtheid, van het is oké, ik ben oké. Dat creëert ruimte voor het loslaten van spanning, voor rust en kalmte. Ik nodig je uit om te starten met onze eerste ballonbuikademhaling. Door één of beide handen op de buik te plaatsen. Eventueel met je vingertippen samen, zodat ze elkaar net raken. Ter hoogte van de navel of onder de navel. Opmerken hoe je in- en uitademt. Door de neus, als dat comfortabel is. Als het niet zou gaan wegens omstandigheden, dan adem je door de mond. Inademend, je buik zachtjes voelen opwollen. En mogelijk voel jij die bolling niet op je inademing in de buik. En als je veel stress ervaart in je leven, soms ook onbewust, dan kan je adem in continue spanningsmodus staan. En dan ervaar je soms de omgekeerde beweging, dat je op een inademing je buik voelt ingaan en de borst omhoog komen. Dat is wat we hier in deze oefening willen herstellen, naar het natuurlijke evenwicht. Dus volg jouw tempo, jouw lijf, om op die inademing heel zacht de buik op te bollen. Als een ballon die je daar opblaast, gevuld wordt met lucht. En voelen hoe op die uitademing de ballon weer leegloopt en de buik zachtjes intrekt. Navel in de richting van de ruggengraat. Niets forceren, dicht bij jouw natuurlijke ademhaling blijven. Er zo helemaal jouw oefening van maken, jouw ballon. Inademend een bolle buik. Uitademend een platte buik.
Misschien inademend voelen hoe je vingertippen zachtjes uit elkaar drijven. En uitademend hoe de buik intrekt en de tippen van je vingers elkaar weer raken. Een aantal momenten je aandacht op die plek gericht houden om de buik. En daar voelen hoe die ballon zachtjes opblaast en leegloopt. Op je in- en uitademing. Als het je helpt, dat benoemen intern als in- en uit. In en uit, op en neer. Je kan hier zo lang mee verder oefenen als je zelf wenst, op elk moment gedurende je dag, dat je er nood aan hebt of deugd van hebt. Wens je een mooie dag of avond toe. Dank je wel.